Yeah. Call EMS for victim if necessary. Ja, dat is necessary. Oké, EMS, EMS. Welke EMS je nu? Yo mensen, tof dat jullie weer kijken naar een nieuwe video van mij, Joey, a.k.a. Killer J. En vandaag is het tijd voor een nieuwe aflevering van Killer J de Gent, oftewel LSPDFR. En dit weekend was de Dutch YouTube Gathering. En iedereen die daarbij was en iedereen waar ik de hand mee heb mogen schudden en even mee heb mogen praten, super bedankt daarvoor. Ik vond het echt super tof om jullie kijkers te ontmoeten. En ik heb ook weer super veel zin om YouTube video's te maken. Ik zat een beetje in een dipje, maar dat is nou volledig voorbij. We gaan er weer keihard voor. Het is weer een nieuw jaar, want ja, YouTube jaren reken ik eigenlijk een beetje meeting. YouTube-jaar. Meeting, YouTube-jaar. Jullie ontmoeten, YouTube-jaar. Dus in ieder geval, ik heb er weer super veel zin. Ik hoop jullie ook. Laat alvast een likeje achter als je dat ook hebt. En vergeet natuurlijk niet even te abonneren als je dat nog niet gedaan hebt. En dan gaan we nu beginnen. Let's go to the station. Let's get on the job. Zo dames, we zijn weer on duty. En we hebben direct de eerste call. Dat is een gang riot. Dus laten we die gaan accepteren. Suspects have guns. Dat is een code 3. Dus laten we gewoon de eerste auto pakken die voor ons staat. Dat is deze auto. En laten we die kant op gaan. Dus sirenes mogen aan, want dat is een code 3 call. En het begint direct goed. We hebben direct een gang riot. Dus een wauw, wat de fuck is er aan de hand met de sirene? Het zit een beetje naast het beeld. Misschien moeten we zo meteen toch maar even van auto gaan switchen. Want het klopt niet helemaal. Maar ja, eerst moeten we naar de gang riot toe. En wat dat inhoudt is gewoon een groot ganggevecht als het goed is. En de suspects zijn ter beschikking, hebben guns, oftewel wapens tot hun beschikking, vuurwapens. En moeten we dus extra goed uitkijken. Maar we moeten daar ook zo snel mogelijk heen, zodat er niet te veel slachtoffers gaan vallen. Want dat is natuurlijk best wel belangrijk. Dus eens even kijken hoor. Het is hier ergens in deze cirkel is het aan de hand. Ik had met... Oeh, het is hier zo. Oké. Oh, fuck. Drop the wa... Oh my god. Oh my god. Oké, beter stop je. Oh, fuck. Beter stop... Oh, nee. Dit gaat niet goed. Deze gast gaat ons aanvallen. Sorry. Dat dit zo moet. Oké, en toen was je down. Beter werk je mee. Dankjewel. Ik word nog beschoten van allerlei kanten. Oké, ik ga terug naar de politie. Ik ga terug naar mijn collega's. Snel, achter de auto. Oh mijn god, het gaat gewoon bijna fout. We zijn best veel armor verloren hierbij. Oké, ik denk dat we ze allemaal maar gewoon dood moeten schieten. Want anders, ze blijven maar komen. En deze vrouw heeft ook een wapen. Holy shit. Oké. There we go. Dat is ook dood. Zo. Onze auto kunnen we zo meteen gelijk laten impounden. Gelukkig hebben we ook nog een leuk minuutje om een nieuwe auto te laten bezorgen. Deze auto mag ook wel geïmpound worden eigenlijk. Maar laten we eerst onze eigen auto impounden. Oeh, what the fuck. Er zijn nog veel meer mensen. Of niet? Is iedereen down? We hebben nog geen oké gekregen. Volgens mij. Hij is sowieso dood. Rustig de wapens oppakken. We zijn deze episode wel heel vroeg ons petje kwijt. We kregen dus net een klap in ons gezicht. En daardoor zijn we het mooie petje verloren. Maar ja, die moeten we dan helaas maar laten liggen waar die was. En ik controleer nu even of alle wapens zijn opgepakt. Deze guy is heel vaak geschoten. Ziet er nou dat hij een vrij vest aan had, maar hij is ook down. Oh, kut. We zijn ook een collega kwijtgeraakt. Ga eens aan de kant. Dankjewel. Hé, hey, vriend, wat zei je? Stop eens, gewoon. Stop eens. Dankjewel. Police, let's see some hands up. Oké, there we go. Ask for ID. Hij schot me uit, hè? Dus daar moeten we wel even korte metten mee maken. Joshua Ortega. Even kijken hoor. Actions. Radio, subject records check, Joshua Ortega. There we go. Komt niks terug helaas, volgens mij. Nou ja, dan issue a warning. Voor deze keer dan, hè, omdat hij, ja, er komt niks terug. Oké, we moeten onze auto nog even impounden. Beetje saai dit, ik weet het. En we moeten ervoor zorgen... Ja, ik wil dat deze auto geen pound wordt, want er is iets heel erg fout met de zwaailichten. En we moeten er nog even voor zorgen dat deze mensen van de straat geruimd worden. Dus deze is ook dood. Iedereen is dood, dames en heren. Het begint echt best wel teleurstellend. There we go.
Zo, als het goed is komt er dat nou ook. Zo, onze auto is geïmpound. There we go. En we moeten een nieuwe auto laten bezorgen. Even kijken hoor. Request, dispatch. Request nieuw patrol car. There we go. Dan krijgen we zo meteen als het goed is een kiesminuutje. Yes, there we go. En dan willen wij graag een Vapid Police. Vapid Stainier, doe maar. Doe maar een Vapid Stainier. Die heb ik volgens mij nog niet eerder gebruikt. Deze zijn de lijken aan het bergen. Dat is natuurlijk ook erg belangrijk. En ik ben nu aan het wachten op een nieuwe patrol car. Dus hopelijk duurt dat niet te lang. Oh, wauw. Vriend, serieus? Wauw, oké. Dit is dus de auto die we net gedeliverd krijgen. En kijk de voorkant. Ben je serieus? Ben je serieus? Ja, dan kun je wel zo... Ben je serieus? Wat heb je met mijn auto gedaan, vriend? Oh mijn god, nou ja, deze moeten we dus eerst repareren. Ik ga niet nog een half uur wachten op een nieuwe auto. Dus laten we deze gewoon even simpelweg repareren. Door middel van een mooi minuutje. Even serieus, dames en heren. Het kan toch niet? Oh mijn god. Fix vehicle, clean vehicle. There we go. We hebben ID aan boord. Dus als er iemand een hartstilstand krijgt, dan kunnen we daarmee helpen. En zoals je net al zag, reed er net iemand langs. Met een... Of kan ik op N drukken, dan is de call voorbij. Volgens mij. Of is de call daar voorbij? Ja, de call. Een terrorist attack. Wow, oké. Dat is wel iets belangrijker. Laten we snel erheen gaan. Wow, een fucking terrorist attack. Dames en heren, op klaarlichte dag. Midden in Los Santos. Hier moeten we wat aan gaan doen. Hier liggen nog wat lijken. Daarom liggen er nog rode stipjes. Maar ik ga ervan uit dat dat allemaal goed geregeld gaat worden door de coroner service. Wij moeten nu onderweg naar een terrorist attack. Ik hoop... dat wij dit gewoon goed kunnen overleven. Oh my god. Oh my god. Laten we snel erheen gaan. Even kijken hoor. Het is hier zo meteen aan onze rechterkant. We zitten hier achter in de steeg. Oh my god. Hopelijk hebben ze geen bommen. Oh fuck. Waar de fuck zitten ze? Oké. Weet je wat? Backup. Local control unit. Ik heb jullie nodig. Oh fuck, ik word ook van de andere kant. Oh my god. Er komen gangs die je vol. Oh nee, 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 nee. Ik moet rennen, 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 ik moet rennen. Oh my god, we hebben een SWAT team nodig. Dames en heren, we hebben een SWAT team nodig. Backup. En een local SWAT team. Nu. Nu gewoon, nieuw SWAT team. Bam. Oh fucking hell. Oké, dat is één down. Oh my god, ik heb hier ook zo de wapens niet voor. Zometeen weer een auto laten inpounden. Oké, de politie is aanwezig. Wij gaan ons er nu ook mee bemoeien. Oh my god, ik heb gewoon een fucking new SWAT team laten komen voor niks waarschijnlijk. Hij is ook daar. Oh, fuck. Nee. Het is nog niet, iedereen is nog niet down. Oh, fuck. Oké, de banden worden eruit geschoten. Is ook leuk. Oké, move. Oké. Vuur maar wat. Oh shit. Oké, we zijn geraakt, dames en heren. We zijn down. Oh my god. We zijn wasted. We zijn gewoon wasted. Niet wasted op de manier van wasted. Maar wasted gewoon van we zijn wasted. Yep. Fuck me. Oké, we moeten denk ik nog terug om onze collega's te helpen. Maar we moeten eerst weer een half uur wachten op een auto. Dus laten we dat eerst maar eens gaan doen. En daarna kunnen we die kant weer op gaan. Maar ja, oké. Ik zie je dus over terug. Oké, dames en heren, we hebben een stolen police vehicle ergens in Davis. Even kijken hoor, dat is volgens mij, wauw, lag. Hier zo, dus laten we daar snel heen rijden. En laten we eens gaan kijken of we de stolen police vehicle kunnen returnen, want dat is natuurlijk wel belangrijk. Hè? We hebben natuurlijk geen zin in een police vehicle, een stolen police vehicle waar iemand anders in rondrijdt. En hier is die al, dus... Nee, je gaat helemaal nergens heen, mevrouw. Mevrouw. Nee, mevrouw. Oké. Dus dan gaat het er zelf vandoor. Dat was niet helemaal de bedoeling, maar... We gaan er ook gewoon achteraan. Even kijken hoor, hoe kunnen we dit het beste doen? Gewoon vol gassen. Even de waypoints snel weghalen, want anders maakt het dat alleen maar moeilijker. En dan gaan we nu achter de stolen police vehicle aan. We hebben hier natuurlijk geen backup voor nodig, want we zijn gewoon super pro. En we gaan het gewoon even fixen. Oh my god. Volgens mij... Even kijken. Nee, mevrouw, stop. Stop. Ze stopt niet. Natuurlijk stopt ze niet. Waarom zou ze? Dus ze gaat de pak in namelijk als ze wel stopt.
Maar we gaan er gewoon achteraan. We blijven er gewoon achteraan gaan, want we moeten haar gewoon te pakken krijgen. Eens even kijken hoor. Of ze nou naar rechts of naar links gaat. Dat is een beetje de vraag. Ik denk naar rechts. Nee, ze gaan naar links. Oh my god. Oh my god, ze wordt geschoten door een collega. Oh my god. Oké, Bert, stop je. Stop, 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 stop. Fuck. En toen was ze dood. Niet zo schrikken. Ik ben een collega. Holy shit. Ja, corner service voor deze mevrouw. Ik heb een soort van shotgun in haar kont geschoten. Sorry daarvoor. Oh. Wauw. Wauw. Fucking serieus, vriend. Oké. Okay. Nou ja, in ieder geval, ja. Sorry mevrouw dat u nu niet meer leeft. Laten we de auto nog even wel weg laten slepen. Yes. Die laten we gewoon wegslepen. En wij pakken onze auto en wij gaan er lekker vandoor. Corner Service kan het wel afhandelen, denk ik. Ze gaan lekker foto's maken van deze mooie mevrouw. En dan bergen ze haar achterin hun busje. En wij gaan er vandoor. Oké, dames en heren, we hebben weer een call gekregen. Laten we er snel op afgaan. Ik weet alleen nog niet waar het is. Dus even kijken hoor. Enemy. Is dit een... Ja, dit is de road rage waarschijnlijk. Laten we daar snel heen rijden. Ik krijg tegenwoordig, niet bij elke call, krijg ik meer een leuke waypoint. Dan moet ik zelf even op de map kijken waar het precies aan de hand is. En dat is best wel vervelend, maar het is niet heel ver weg. Dus laten we snel die kant op gaan. Het is een road rage. Het speelt zich volgens mij af in de Los Santos River. Als ik zo bekijk. Even kijken hoor, volgens mij is dat in de river. Oh, fuck. Oké, okay. don't do this in real life na. Oh my god. Flip the car, dankjewel. En dan snel naar beneden. Even kijken hoor. Yep. Hier is het aan de gang. Ik zal niet waarom ze het hier doen. Oké, laten we eens gaan kijken. Wij zijn aanwezig. We hebben, denk ik... Oh, nee. Oh, shit. Vriend. Vriend, drop dat mes. Dankjewel. Drop dat mes. Oh, fuck. En toen had ik twee lijken. Ja. Call EMS for victim if necessary. Ja, dat is necessary. Oké, okay. EMS. Local EMS unit. Nu. Attention all units. We have medical aid requested in La Mesa. Control uit. Situation is niet over. Kan ik beginnen met de CPR? Ik weet dat ik geen CPR machine bij me heb, maar kan ik beginnen met... Oh my god, ik moet iets doen. Kan ik CPR doen op deze manier? Nee. Volgens mij niet. Ik moet echt wachten tot de IMS er is. Fuck. Wat ik wel kan doen, denk ik. Ik ga deze meneer even wat ruimte geven. Hij is aan het doodbloeden, zo langzamerhand. Ik geef hem gewoon even wat ruimte, zo. Ambulance komt eraan. Hier is het. Dit is de victim. Jullie moeten helpen. Help. De victim needs help. Oké. Okay. Help deze meneer, alsjeblieft. Do not panic. Help has arrived. Damn. Let's do what we can do. Oké, okay, let's do what you can do. Doe iets dan. Work with me, damn it. Give me a chance. Doe iets. Help. Help hem. Hij is wakker. Oké, hij moet aangehouden worden. No, this one's gone. Police, let's see some hands up. Oké, dankjewel. Jij bent aangehouden voor moord. Want deze vriend hier van je, die je hebt doodgestoken, die is dood. Dus kom maar even mee. Jij gaat even achter in de auto zitten. IMS heeft je opgelapt. Oké, hier ga jij in zitten. En jij gaat niet meer schreeuwen, jij gaat niet bewegen. Ik ga ervoor zorgen dat die man die jij hebt doodgestoken... tenminste nog een normale begrafenis kan krijgen. Oké, deze auto's moeten sowieso weggesleept worden. Waarom is... Ik vind het wel kut hoor. Degene die hem... Hè, de cockroach, die overleeft het. Hè? En de man die het meest nodig had, is dood. Oké, laten we in ieder geval de auto's nog even inkallen. Tow trucken bedoel ik. We moeten ervoor zorgen dat het lichaam geborgen wordt. Dat is ook wel erg belangrijk. Dus laten we dat ook even gaan doen. Corner service, there we go. Oké, zo. Corner service komt eraan. Daar gaan we nog wel even op wachten. En dan is het Control Y. Als het goed is. Om te zeggen dat de notifying that everything's over. Oké, call het code 4. En wij gaan deze gast... naar de fucking jail brengen. Want daar hoort hij thuis. Eens even kijken hoor. Waar gaan we heen? Naar welke jail gaan we toe? Ik denk dat deze, want dan kunnen we hem zelf even naar binnen brengen. Dat is wel belangrijk. Ik wil zeker weten dat hij namelijk zo meteen vast zit. De corner service is ook aanwezig. Helemaal top.
Zo, dames en heren, we zijn aangekomen bij de jail. En laten we deze meneer naar binnen brengen, want deze meneer is heel fout geweest. Dus kom er maar uit, meneer. Ja, kom eruit. Nee, je wil niet meewerken? Goed, dan doen we het. Kom op. Stap maar uit, meneer. Meneer, ik zei stap uit. Ja, dan moet je maar meewerken, hoor. En meekomen, kom op. Ik was aardig eerst, maar nu word ik boos. Dus kom. Goed zo. Hij komt mee. Dus laten we hem even naar zijn jail brengen. Zo. En als hij dan vastzit, denk ik ook wel dat het voor vandaag een lang genoeg werkdag is geweest. Deze man was veel te lastig vandaag. Dus laten we hem nog even achter de tralies zetten. Zo. There we go. En dan wil ik jullie vragen om mij nog even te volgen op de social media. Twitter, Facebook en Instagram. Als het goed is, heb je hem aan het begin van de aflevering ergens voorbij zien komen. En ja, daar doe ik de laatste tijd veel meer mee dan eerst. Dus volg me daar even op. En dan blijf je up-to-date met alles wat ik doe. Je ziet chille foto's voorbij komen. Je ziet mijn tweets. Je ziet me. Ja, je kan gewoon zien wanneer het geüpload wordt. Want YouTube is daar nog wel eens heel raar mee. En nou ja, als je dat doet, blijf je gewoon up-to-date. Dus iedereen, super bedankt voor het kijken naar deze video. Vergeet hem natuurlijk niet even te liken. Even te abonneren. En te delen met iedereen die je kent. Op social media, Twitter, Facebook en Instagram. En dan zie ik jullie bij de volgende video. Iedereen bedankt voor het kijken. Tot de volgende keer. Laters.